wat trouwens leuk is, is dat je ook aan de voorkant twee lensinstellingen hebt. Je hebt de hoek waar je me net in zag. Je hebt een meer grote hoek waarmee ik nu film. Waarmee je dus iets meer mij op het tenminste iets meer van mij op het scherm hebt. In die zin dat ik iets kleiner ben. En ik zou het bijna over het hoofd zien, maar we hebben verschillende lensinstellingen. Ook aan de voorkant. En dat maakt de LG V30 camera technisch natuurlijk nog net iets specialer. Want dit is hoe je me net zag. En dit is hoe je me nu ziet. Er zit dus een klein stukje zoomlens in en dat is best een leuke feature. Tijd om te schakelen. Goed, dit is de camera aan de achterkant. Je ziet, er zit optische beeldstabilisatie op. Ik ben best onrustig. Sterker nog, ik ben bewust wat extra aan het schudden op het scherm. En ja, het beeld blijft gewoon lekker vloeiend. Dat is best indrukwekkend. Nou, Samsung is LG dus ook in staat om dit af te leveren. En dat is gewoon heel erg mooi. Nou, wat we filmen hier is in 4K. Dus als je met YouTube kijkt, zorg dat je onderaan 4K hebt aangevinkt. Dat je kunt genieten van de maximale resolutie. We hebben ook HDR aanstaan. Dat is ook geen enkel probleem voor deze LG V30. Al met al is het echt een waanzinnig. Bijzonder goede ervaring dit. Ik word hier helemaal enthousiast van. En heb ik nog niet eens de filters uitgeprobeerd. Ik zit nu in de cinema modus op 4K en dit is de point zoom functie. Ik kan nu een gebiedje kiezen op het scherm. Laten we dat plantje hier vooraan nemen. En daar ga ik nu naar inzoomen. En moet je kijken hoe mooi soepel die dat doet. En ook het uitzoomen. Ja, dat is gaaf, hè? Heel netjes. Verder zitten er in Cine Effect nog allerlei mogelijkheden om kleuren en zo af te stellen. Ze hebben bijvoorbeeld het diafragma nu wat omlaag gegooid, zodat je een donkere hoeken krijgt. Maar ook hebben we een zomereffect aangezet, zodat we iets meer kleur krijgen in deze dag. Ja, het is natuurlijk een winterse dag, maar het is al best wel licht. En je ziet het. Het ziet er net iets zomerser uit. Tenminste, zo ziet het eruit op het schermpje waar ik naar kijk. Nou, wil je meer weten over deze LG V30 camera? Check even de link onderaan de video. Die link die brengt je naar gadgetgear.nl. Daar zie je ook testfoto's die we hebben gemaakt. Want ook het macro bereik is echt fantastisch van deze camera. Je ziet de benchmarks, alles. Dus wil je meer weten over deze LG V30? Check de link meteen onderaan de video.